Dinsdagavond werd in Nijmegen de eerste circulair ingerichte sociale huurwoning van Nederland geopend. De modelwoning Circulaire Economie is de eerste challenge in het kader van Nijmegen Green Capital. De woning is een sociale huurwoning die is ingericht met circulaire producten en diensten van 25 internationale en lokale bedrijven. De woning moet inwoners inspireren en informeren op het gebied van duurzaamheid. Dus circulaire woning. Nou, die hebben we hier uh, voor het eerst gerealiseerd. De circulaire woning is eigenlijk een woning die is ingericht met allemaal circulaire interieur-items. En dan zul je, je natuurlijk afvragen, wat zijn nu weer circulaire interieur-items? Dat zijn uh, items die samengesteld zijn van eerdere producten. Daarbij moet je je voorstellen, bijvoorbeeld de bank die je hier hebt zien staan dat uh, de kussens, de vulling daarvan, is gemaakt van petflessen. Dat is iets anders dan veren. Heel fijn. Zit prima. En dan heb je nog biobased producten. Nou, misschien moet je dan denken aan de planten die hier staan. Het zijn overigens ook planten van een plantenasiel. Dus die krijgen ook een tweede leven. Maar als die planten uiteindelijk uh, sterven... dan kunnen we ze weer gebruiken als compost. En dan hebben we nog... Uh, um, Hele leuke uh, items hier in het huis staan. Die we allemaal naar uh, de kringloopwinkel brengen. En daar kun je ook een huis op een ontzettend leuke manier mee inrichten. Dus dat laten we hier zien. En je kunt ook uh, in plaats van kopen kun je huren. Daar hebben we hier ook een prachtig voorbeeld van in huis staan, dat is de wasmachine. Dan kan je een abonnement opnemen. En de producent is verantwoordelijk voor die wasmachine. Dus die zorgt er wel voor dat hij een wasmachine maakt. die gewoon niet kapot te krijgen is. Hij levert dus eigenlijk schone was. Dus daarmee hoeven we minder producten te kopen. en wordt die afvalberg dus kleiner. Ja, of ik, het denk, of ik denk dat circulaire huizen in de toekomst vaker voorkomen. is misschien is geen vraag. Het is een must. De circulaire economie is voor heel veel mensen een ver van mijn bed, show. En hier in huis kan je gewoon zien dat die circulaire economie bij je thuis kan beginnen. Deze woning is ook als eerste in de buurt van het gas af. En het is voor mij niet echt een vraag of dit de toekomst is. Dit moet gewoon de toekomst zijn, want onze aarde is niet recyclebaar. We hebben er maar één.